Yo kijkers, welkom terug bij Stopt de Video. Als conclusie, stopt de video. Minecraft. Oké, we gaan dus een single player map starten en dat houdt dan in dat we natuurlijk een survival gaan doen. We doen difficulty, normal, ja. We doen wel even more world, even kijken, of world type, default. We gaan lekker survivalen eigenlijk, is het, ja. We gaan gewoon survivalen en het houdt dan in dat de video pas gaat stoppen wanneer ik dus een koe zie. Het is gewoon heel simpel. Dus, ja, ik ben benieuwd waar we spannen. Misschien zien we meteen een koe, dan word ik helemaal lijp. Oké, we spannen in het water. Oeh, de wereld moet even inladen, merk ik. Dus we wachten even. We hebben alle tijd. Alle tijd van de wereld. Niet voor mij. Oké, jongens, als ik hier span, letterlijk de L van lul. Dus ik vind het niet echt super ideaal waar ik gespan. Daar zijn sowieso geen koeien, dus ik moet sowieso die kant op. Even kijken, het is natuurlijk survival, dus ik kan ook geen bootje hacken of zo. Ik moet echt snel naar die kant toe. Dit is zo irritant. Waarom kan ik niet zwemmen dan? Oh ja, dit is natuurlijk geen server. Als je server hebt, natuurlijk, dan krijg je natuurlijk zwemplugin zitten er dan in. Maar je hoort hier in survival hoor je ook te kunnen zwemmen, maar ja, dat doet hij niet. Dus dat is wel jammer. Ja, misschien dat ik nou wel zwem, maar ik weet het niet zeker. Wat flip, ik moet omhoog. Oh shit, straks ga ik nog dood. Jongens, hoe ga ik hier nou een koe vinden? Jongens, ik kan nu al zeggen, dit gaat niet werken. Wat zijn dat dan voor die beesten? Dat zijn vissen. Ah, ik dacht al. Het zijn een soort van snoek of zo, dacht ik, maar... Oké, dit is gewoon bergachtige omgeving hier. Hoe ga ik hier nou in vredesnaam een koe vinden? Dat gaat gewoon niet lukken, jongens. Dit wordt echt gewoon de langste video van Stop de Video. Ever. Nou goed, ik vind het prima. We gaan lekker naar boven toe. Ik vind het, dit is zo irritant. Ik denk, ik ben er wel snel vanaf, maar nee hoor. Iemand die komt weer met een kloot idee, ja, als je een koe vindt, dan stopt de video. Ik ben benieuwd hoe lang we dit...